De reeks van 2 is eigenlijk onvoldoende om die Omicron helemaal te onderdrukken. Neem die booster om dat wel te kunnen. Dan maakt het eigenlijk niet uit of je die booster neemt op alle een reeks van Pfizer, van Moderna, van Janssen of van AstraZeneca. In al die gevallen blijkt dat te helpen tot een niveau van 75%, zeg maar. En dat is alleen al tegen het krijgen van klachten bij een infectie. Dus waarschijnlijk tegen ziekenhuisopnames schat je dan dat nog een stuk hoger in. En dat is momenteel het beste wat we hebben tegen deze Omicron-variant. Vooralsnog is de oproep gewoon simpel. Maak gebruik van die booster. Want dat is wat jezelf, maar uiteindelijk ook de kwetsbaren om je heen en ook de rest van Nederland het meeste helpt om die Omicron tot stand te brengen.